een derde plek is niet waar je voor gekomen bent, denk ik. Nee, ja, natuurlijk niet, maar goed, ja, je kan niet alles winnen in het leven ook. Nee, beschrijf jouw laatste kilometer eens. Ja, op zich had ik een redelijke positie. Ik had er wel hoog op. En ja, dat was een beetje gedrum. Tempo dropte een beetje. En moest ik in de buitenbocht in de wind komen. En ja, kreeg wel ellebogen te verduren. En de snelheid valt dan een beetje terug. En dan zat ik al heel lang in de wind. En ja, dan kon ik niet meer mijn ding doen. Hè. Dat was het beste eraf. Je zat in het wiel van Bennett volgens mij, als ik het goed zag, maar je had niet meer de kracht om eruit te komen. Ja, ze passeerden mij op denk 300 van de meter en dat kon ik nog aanpikken, maar ja, dan miste ik, ja, was de snelheid of zo, ik weet niet. Misschien lag ik ook een tand te klein of zo, ik weet niet. Ja. Het ging, wat had ik me analyseren. Het voordeel is dat er morgen weer een sprintkans is. Maakt het jou erg extra getergd nog of zie je het gewoon als een nieuwe kans? Oh, het is gewoon een nieuwe kans, hè. Succes. Dank u. Tim,